kamers. We hebben hier plekken voor 24 revalidanten. Daarnaast hebben we nog twee logeerkamers op deze etages. Verder bestaat het centrale gebouw uit een brasserie, een kapster, een dagvoorziening. Dienstbehandeling en begeleiding. Hè. Dat is een hele mooie ruimte voor de fysiotherapie, voor de ergotherapie. Er zijn behandelkamers voor artsen, diëtisten, logopedisten, etc. En verder inderdaad zijn er aan de Friesveenseweg twee woonhuizen gebouwd. In die woonhuizen is er plaats voor kleinschalig wonen. 6 bewoners per woning. En daarvan hebben we dan 6 per woongebouw. Je kan ook bedenken dat het bijvoorbeeld van belang is dat mensen die een hersenbloeding hebben gehad, wat meer tijd nodig hebben om te revalideren en daarvoor fysiotherapie of ergotherapie of logopedie nodig hebben en nog een aantal weken willen herstellen hier, zodat ze daarna weer naar huis kunnen gaan. Volgende week woensdag en donderdag, dus dat is 3 en 4 juni, zal de verhuizing van al onze bewoners van het oude Egeria naar de nieuwbouw plaatsvinden. Het oude Egeria wordt inderdaad afgebroken en daarna inderdaad worden nog 2 woongebouwen aan de Omarsumse straat gebouwd. Waar we nu zijn is echt revalidatie. Dat wordt meer op een hotelmatige manier wordt hier zeg maar gewerkt. De woongebouwen, dat is afhankelijk van de doelgroep die er zeg maar zit, welk woonconcept we hanteren. Op dit moment inderdaad zit je bijvoorbeeld met PG is echt kleinschalig wonen. De somatische mensen die hebben straks gewoon echt hun volledige eigen appartement tot hun beschikking. Als de nieuwbouw helemaal klaar is. Leuk, hè? Leuk, ja. Ik wil die nog niet helemaal zo, hè? Zit die zo goed? Ik vind ze hier hartstikke mooi. Ik vind ze geweldig.